Als we ergens niet meer zonder kunnen, is het natuurlijk onze mobiele telefoon. Maar wat is nou je mobiel zonder leuke apps? Vandaag gaan we het hebben over onze favoriete apps, welke apps we het laatst hebben gedownload en wat voor apps we bijvoorbeeld gebruiken om te sporten of om onze foto's mee te bewerken. Oké, wie wil beginnen? Favoriete apps. Ik heb niet echt een favoriete app, maar de laatste die ik heb gedownload, je gaat het niet geloven, is een kompas. Wat? Echt waar? Ja, ik ben met mijn vriend op zoek naar een huis en we moesten op dat moment weten of de tuin op het zuiden lag of niet. Dus ja, toen hebben we een kompas gedownload en dat was super handig. Hè, en dan heb je gewoon een kompas op je telefoon. Ja hoor. Dan kan je kijken wat... Ja, je ziet perfect wat het noord is, zuiden, westen, alles staat erop. Ja, handig. En Lisanne, wat is jouw favoriete app? Nou, er zit echt zo weinig geheugen op mijn telefoon dat ik echt bijna alles af moet halen. Maar ik denk dat die Nike Training Club is. Dit zijn hele leuke workouts van ongeveer een kwartiertje die je dan doet. En die zijn best wel effectief. En heb je dan allemaal verschillende voor buikspieren en... Ja, je kunt ook zelf kiezen wat je dan wilt trainen. Welke train je dan mee? Van de buikspieren. Ah, nou dan heb ik ook een goede, want die gebruik ik dus heel veel. Dat is de dagelijkse buikspieren. En die kun je dus zelf kiezen of je die 5 minuten wil doen. Ik kijk hoor. En jij, wat heb jij voor apps? Ik heb de Kardashian Game. De wat? Dat is een spelletje van Kim Kardashian. Ja, en ik zit gewoon heel vaak in de trein en dan verveel ik me gewoon. En dan speel ik een spel. Nee, je maakt dus een poppetje. Je maakt jezelf, zeg maar. Dan kan je helemaal het uiterlijk veranderen en zo. Ja. En dan, nou, dan ben je dat, zeg maar. Nou, dan ga je starten. En dan komt er een tijd, zeg maar, voordat je beroemd was. En dan moet je steeds dingen doen. Je begint, zeg maar, in de kledingwinkel te werken. En dan moet je kleding opvouwen en zo. En op een gegeven moment kom je steeds verder. En je ontmoet ook Kim Kardashian en al haar zussen. Ja. En verder hebben we verder nog apps die we veel gebruiken? De standaard apps, ja, Facebook, Instagram, ja. Snapchat. En voor foto bewerken, doen jullie dat ook voor Instagram? Nee, ik heb trouwens een hele leuke nieuwe fotobewerkingsapp. Het heet A Beautiful Mess. Kennen jullie dat? Oh, dat is met tekst of volgens mij. Ja, ook. Het is echt heel leuk, alleen de vormgeving is al heel leuk. Maar volgens mij kost die wel 90 cent of zo, geloof ik, in de App Store. Maar het is echt heel leuk, je kan leuke teksten. 90 cent, nou, dat gaat ver. Nee, ja, je kan leuke doodles, tekeningetjes en zo. Ook van je foto's. Ja. Gebruiken jullie ook Pinterest op telefoon? Nou, ik heb het denk ik ook even bij dit. Ik heb het niet meer. Ik heb het alleen maar elke dag. Ja? Ja, elke avond in bed. Oké. Ik gebruik het wel elke dag, maar ik heb een iPad, dus dan doe je andere dingen op je telefoon. Ja. Ja. Ik gebruik iDashboard. Dat is misschien voor de bloggers die kijken interessant, kun je precies zien. Dus eigenlijk die Google Analytics, kun je precies zien hoeveel bezoekers er online zijn geweest en op dit moment. Gebruik je het even online? Ik moet zeggen dat ik bijna al heel lang niet meer heb gebruikt, maar dat was vooral in de zomer. Nu denk ik, ja, het regent. Ja, in de zomer gebruik ik dus ook van die weer apps. Ja, dan kijk ik elke dag met de zon wat moet ik aan. En nu denk ik, het wordt toch geen lekker weer. Oh nee, ik kijk nu elke dag. Ik probeer echt precies te berekenen hoe laat ik weg moet van huis tussen de buien door. Ja, dat is echt. Ik kijk wat voor app gebruik je voor je buien dan? Weer online. Gewoon weer online? Ja, maar die doe ik meestal ook op mijn iPad heb ik hem ook. En hier, en dan kan je echt precies inzoomen op Groningen. En dan probeer ik echt precies te berekenen van, ik moet op dat tijdstip weg. En dan kan ik precies tussen de buien door, kan ik hier niet. Dat is wel niet veel zin. Oké, nou, dat waren onze favoriete apps en de apps die wij het meest gebruiken. We zijn natuurlijk ook hartstikke benieuwd wat voor app jullie gebruiken. Dus laat vooral even een reactie achter en dan zien we jullie heel graag de volgende keer.